Here we freaking go. De shiny Vibrava gaat evolueren naar een shiny Flygon. Kijkers van Gas Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer op Pixelmon. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. Ik had gezegd dat ik deze aflevering ging zorgen voor een Groudon, maar ik heb zoiets gehad van mensen, weet je, kijk, we hebben Groudon geprobeerd te fighten deze serie en deze 7 dagen, maar weet je, het gaat gewoon niet, het lukt gewoon niet. Ik moet 80 minuten online zijn geweest voordat ik ja, opnieuw Groudon kan laten spawnen. Ook dat red ik niet. Het is zeg maar een beetje krap qua tijd. Ik moet morgen gewoon weer naar school. Ik moet morgen een examen doen. Tenminste, voor jullie is dat vandaag. En daarom wordt er ook een beetje voor. Ja, een beetje vooruit opgenomen. Dat zal toch wel moeten om een beetje bij te blijven. Ja, deze aflevering ga ik dus eerst gewoon eventjes een beetje wat ultraballen farmen, zorgen dat we nog wat tevoorschijn kunnen halen. Wat trainen nog, om onze Pokémon nog wat hoger te halen. We moeten natuurlijk, een Metang moeten we nog naar Metacross en Vibrava moeten we nog naar een shiny Flygon doen. Dat is natuurlijk erg belangrijk nog, want dat willen we nog wel doen voordat we naar zeg maar, de volgende types gaan. Anders staan ze op de bank en kunnen we helemaal niks mee. Ik zie dat ik Solar Beam hier heb. Die ga ik niet verkopen. Sandstorm wel, Mimic wel, Rock Smash wel, Rock Climb kan ook gewoon weg. Lightscreen hebben we zelfs 2 keer, dat is lekker wat XP. Round hebben we, Ally. Giga Drain, die is wel lastig. We krijgen Bug straks, maar nou, ik hou hem nog even. Gewoon puur voor het geval dat. En Squash kan ook weg. Dan hebben we weer 48.000 of 49.000 zelfs. En dan kopen we eventjes gewoon weer 45 ultraballen. Zo. Dat betekent in ieder geval dat we weer genoeg kunnen vangen. Ook als we straks doorgaan naar de volgende 2 types. Want dat is, ja, het is natuurlijk belangrijk. Ook zullen de volgende 2 types, zal ik die zelf gaan kiezen morgen. Ja, puur met als reden dat ik niet kan gaan wachten op de reacties van jullie. En ik heb het daarom gewoon via Twitter gedaan. En dat zullen jullie allemaal morgen, ja, in ieder geval te weten krijgen. Morgen. Jezus, ik raak helemaal door de war met mijn schema. Omdat ik, ja, het is gewoon een beetje druk. Ik moet veel dingen doen. En ja, dan gaat alles een beetje door elkaar heen. In ieder geval, we gaan nu naar de Mob Tower toe. Misschien dat er nog wel een River Legendary spant. Die kunnen we dan uiteindelijk vangen. En anders pakken we er eentje gewoon uit de box. Eens even kijken. We gaan eventjes weer een eerste Legendary, of een eerste boss in laten spannen. We krijgen onze grote vriend Sableye. En die is gelijk alweer dood. Ja, als het goed is, is het nog 2 bosses of zo, dan is Metang level omhoog. En daarna moeten we er nog wel een x-aantal doen om Vibrava omhoog te krijgen. Het is, dat wordt lastig, een gele Sableye. Misschien dat we een beetje geluk hebben met onze ja, grote vriend X-Luga NL, onze Latias. Shadowball, ja, ik mag wel als eerste, maar ja, dat had ik al wel verwacht. Extresses, sorry, dat heeft geen effect. Ik was wel als eerste. Nou ja, dan kan ik beter escapen. Nog een keer gaan. Wat wel betekent dat als ik met Uxie als eerste mag, dan gaan we ook even met Uxie als eerste aanvallen. Even kijken. Als het goed is, kan ik dan gewoon Yawn doen. Ja. Dan switchen we even over naar Gallade. Dat doen we gewoon even False Swipe zo. Dan valt hij nu in slaap. En dan kunnen we gewoon rustig Shadow Balls op hem callen. Als het goed is. Nog een keertje. Hij mag niet wakker worden, want dan hebben we een probleem. I woke up. Oké, dat betekent dat we met 1 Pokémon nog 1 keer eerder moeten zijn met een aanval. Zijn headbutt heeft geen zin. Meteor Mash. Oh, zijn HP. Hij is letterlijk dood. Crunch? Ja, oké, met Vibrava mocht ik het nog wel. Swords Dance, Ally Switch, een Dragon Gem, een Will-O-Wisp, Psychic Gem. Oh, oké. En dat is wel mooi, want dan zetten we de Dragon Gem even... Oh nee, wacht, dat kan niet. Dragon... Oh wel, hier. Dragon Gem daarop, die daarop. Zo, nice. Dan doen die in ieder geval wat meer damage nog. Oké, dit moet als het goed is ook de laatste boss zijn voor Metang, heb ik zo het gevoel. We gaan even kijken. Hup, deze kunnen we ondertussen hier afgooien en we zien dat we een Miss Magius krijgen. Een blauwe. Hoppakee, dat is 1 keer raak en dan bij deze is die dood. Hoppakee, en is Metang level omhoog? Nee, Vibrava wel. Oké, we krijgen een Ice Gem. Ja, oké, dat is nice. We gaan even onze Pokémon nog een keer healen en dan gaan we gewoon weer verder. Waarschijnlijk bij de volgende Pokémon gaat Metang dan omhoog, denk ik. Kom op. Wat krijgen we? Nog niks. Nog een keer spammen. Ah, een rode weer. Cool. Shadow Ball.
Blijf ik één keer leven? Oeh, hij doet van dat, die stomme aanval. Dragonclaw dan maar. Oeh, dat doet veel damage op mij. Zen headbutt. Avoided attack. Dit is shit. We switchen even snel over. Gallade, ja. Dan kunnen we deze weer inzetten. En dan nog een keer Zen headbutt. Ah, hij vanished alweer. Nee, dit gaan we niet menen. Azelf. Of Uxie, vang hem even op. Ja, dankjewel. En dan weer over naar die. En dan Shadow Ball. Hoppakee. Oké, die is ook dood. We krijgen Thunder. Oeh, nice. We krijgen Upgrade, Quick Ball, een Lumberry en een Mailtje. Nou ja, jullie weten het. Mailtjes gaan naar beneden. Die gaat naar beneden. En de rest van de spullen moeten we even weer in de kist doen. Want we hebben ondertussen krijgen we een heleboel spullen. Hier doen we weer even wat in. Ice Gem mag erin, die mag erin, die mag erin. Ik zal hier op een gegeven moment ook de chesten weer moeten uitbreiden. Want het begint nu één rommeltje hier te worden. Alles die zit door elkaar heen. Alles is een beetje ja, half geordend. Maar ja, het maakt op zich niet zo heel veel uit. Want ja, dat lukt wel. Even kijken, wat gaan we als volgende boss krijgen? Niks, blijkbaar. Oké, een Gengar. Shadow Ball. En... ja, onze Latios is ook al gewoon 83. Alleen we zullen hem waarschijnlijk de volgende keer achter ons moeten laten. Wel gaat onze Metang nu evolueren naar een Metacross. Nice. Dat betekent dat we hierna krijgen we natuurlijk de evaluatie van Vibrava. En we zijn lekker op gang moet ik zeggen. Ik bedoel, we hebben nu de Metang hebben we, en we hebben straks dan de Flygon. En Flygon gewoon shiny. Ik kan het me nog steeds niet voorstellen. In ieder geval hier is hij, de fucking Metacross. Hij leert Hammer Arm. Oeh, nou wordt het lastig. We hebben Miracle Eye. We hebben Zen Headbutt. We hebben Psychic. Ja. Miracle Eye is wel een handige aanval. Maar ga ik hem dan nu toch gewoon wegdoen? Ik denk het niet. Ik denk dat ik Zen Headbutt ga doen. Puur omdat deze 100% accuracy heeft. Deze maar 90. En deze heeft 80 power, deze 90. Dus Zen Headbutt, sorry, maar Hammer Arm komt voor jou in de plaats. En Hammer Arm is toch ook weer een andere type aanval. Dus is alleen maar beter dat we een paar verschillende type aanvallen hebben. In ieder geval, wel gek dat hij een Hammer Arm... ja, aan de andere kant ook weer niet hebt. Als je die poten van hem ziet, dan snap je dat wel. In ieder geval, we gaan nu weer verder met Vibrava proberen te trainen. Oeh, we hebben weer een rode Sableye. Wat we even doen is deze. En dan Jan, want hiermee mag ik als eerste... en dan doen we nog een keertje Flail. Ja, gewoon wachten tot hij dood is. Zo, dan kunnen we Shadowballetjes gaan doen. Eentje en... Oké, als ik hem... ja, oké, tweetje. Twee was al genoeg. Wauw. Oké. Hyper Beam. Ja, sorry Hyper Beam, maar ik hoef jou niet. Never Melt Ice. Power Anklet. Een Airmail. Een Prey. Ja, de Prey van gekke Farfetch krijgen we natuurlijk. Pleuren we wel naar beneden. Want ja, wat hebben we aan een Farfetch in Pixelmon? Vrijwel niks, want Farfetch is gewoon eigenlijk een beetje een hele stomme Pokémon. Is niet heel sterk of zo. Dus ja, vandaar dat we hem niet nodig zullen hebben. Even kijken, we gaan deze mail gewoon eventjes, hoppakee, weggooien. Die hebben we niet nodig. En dan gaan we weer door naar de volgende Pokémon. Ondertussen is Latias level 84. Waarschijnlijk gaat hij ook nog wel 85 halen deze aflevering. Zou wel nice zijn. En misschien dat we ook voor de volgende aflevering alvast een Master Ball kunnen hebben. Zou natuurlijk heel erg nice zijn. Ik weet nog niet wat voor types het is. Zoals ik zei, ik ga dat via Twitter doen. En dat zal natuurlijk morgen bekend zijn. In ieder geval, ja, dat is nog eventjes afwachten natuurlijk. Ik hoop weer eigenlijk types die ik nog niet heb gehad. Gewoon puur omdat we dan van elke Pokémon straks wat op de bank hebben staan. Wat ik wel weet is dat ik... volgens mij Fight heb ik nog niet gehad. Bug heb ik nog niet gehad. Ijs heb ik volgens mij nog niet gehad. Ja, en volgens mij blijft het daar wel bij. In ieder geval, die types hoop ik dan eigenlijk. Want het zou wel leuk zijn als we, wat ik al zei, types hebben die we nog niet hebben gehad. We hebben weer een gekke rode bos. Oké, hij maakt mijn Uxie in één klap dood. Nou, dan kunnen we deze even inzetten. Even een hammerarmpje. Oh, dat doet geen effect op Sableye. Nou ja, nu slaapt hij. Dus we kunnen shadowballetjes op hem gaan uitoefenen. Nog een shadowballetje. En hij slaapt nog steeds, dus de laatste. Hoppakee. Wat krijgen we? Een Love Ball, een Rain Dance, een Bullet Seed, een Metal Coat en een Heat Rock. Gooi ik de Love Ball gooi ik naar beneden. Nou ja, lekker boeiend. Het was eigenlijk niet de bedoeling, want ik wou de Heat Rock naar beneden smijten. Zo, doen we dat alsnog. Healen we weer even en dan kunnen we nog een bolsje gaan doen. Want ik denk dat we er nu nog zo'n 4-5 moeten doen voordat Vibrava het juiste level heeft gehaald.
We gaan het zien. Even kijken wat voor pols krijgen we nu. Ah, Miss Magius. Eentje die lekker XP geeft, in ieder geval. Wil je alleen eventjes een beetje hier blijven, want je loopt nou een beetje ver weg. Oké, Shadow Ball. Nog een keer Shadow Ball. En ik kan deze gewoon zonder te switchen doen. Hoppakee. En Yuxie level 40, Vibrava level 44. Dat zei ik, we komen in de buurt. En we krijgen hier Aerial Ace als aanval. Altijd chill om die op zak te hebben voor als we weer een flying type Pokémon types moeten doen. Dan ja, hebben we Aerial Ace gelijk klaar liggen. Eens even kijken, we gaan nu nog twee bosjes denk ik, gok ik drie. En dan zijn we klaar. Dan gaat Vibrava ook level omhoog. En dan is die level 45. Wat betekent dat hij naar een Flygon gaat? Wat ik wel jammer vind is dat Flygon niet de kleuren overneemt die op dit moment Vibrava heeft. Als dat zo had geweest, had hij veel en veel nicer geweest, vind ik nog zelf. Want als je kijkt naar de kleuren van deze Vibrava. Ik moet zeggen, dit ziet er toch fucking awesome uit. Die rode vleugels, die doen het hem. Of tenminste rood-oranje-achtige vleugels. Die maken het gewoon af. Als Flygon dat ook zou hebben, dan zou dat zo fucking nice zijn, jongen. Echt. In ieder geval, volgende bos. We hebben hier alweer een bos vliegen. En het is een Chandelure. En het is een blauwe Chandelure. Ik dacht even dat er gele was, omdat hij zo freaking huge was. Maar het valt mee. Kom eens even hier. Shadow Ball, hoppakee. En als we daar nog eentje van doen, is die dood. Hoppakee. En hier krijgen we wel het meeste XP voor. Gallade level 46. We krijgen een Hearthstone, Incinerate en een stomme mail. Hoppakee, weg ermee. Even nog een keer weer Pokémon healen. En nou denk ik dat we wel in de buurt zijn. Ik hoop het. Dan hoeven we niet verder moeilijk te gaan doen. Dan kunnen we ook nog even gaan kijken of we nog een laatste Pokémon uit de box gaan pakken. Of dat we, eentje vangen wordt hem denk ik niet meer. En we zitten nu op 5. En ik mocht er nog steeds eentje uit de box pakken. Heb ik nog steeds niet gedaan. Dus dat kunnen we nog gaan doen om ons team gewoon aan te vullen. Vibrava level 45. There we go. There we freaking go. De shiny Vibrava gaat evolueren naar een shiny Flygon. En ja, dit is onze eerste shiny. Ik ben hier natuurlijk super blij mee. En het is ook gewoon gelijk een freaking nice shiny. Want ja, deze krijg je maar heel weinig, denk ik. Nou, tenminste, de trap-in spant ontiegelijk veel in de desert. Dus wat dat betreft is het nog niet zo heel rare. Wat gaan we wegdoen? Rock Slide is een rock aanval. We hebben twee keer deze. Deze kan niet op... Ja, dit is lastig. Deze heeft 10 pp, deze heeft 10 pp. Deze lowert de special defense. Ja, dit is lastig. Deze doen we maar gewoon weg voor dragon aanval. Want we hebben niet echt een heel veel andere keus. Hoppakee. We hebben in ieder geval onze Pokémon geëvalueerd. En we hebben nu 3 Pokémon waar we mee kunnen vliegen. We kunnen op Flygon vliegen zoals jullie kunnen zien. En freaking awesome dat hij eruit ziet. Ik echt waar. Ik weet niet. Deze Pokémon. Even mijn beeld goed zetten. Zo, hoppakee. Is gewoon, ja, ik weet niet. Kijk hoe die eruit ziet. Die blauwe strepen in plaats van die andere kleur dan die vleugeltjes, die ogen. Ik vind hem er echt heel erg vet uitzien. In ieder geval, we gaan eventjes naar het huis toe. Dan gaan we kijken wat we als laatste Pokémon in ons team gaan doen. Want ja, er zit niet veel anders meer op als er eentje kiezen. En dat is natuurlijk een Psychic of een Ground. Nou moeten we even goed gaan kijken. Want we hebben wat verschillende Pokémon. Dit is Ground. Maar Bjarne kunnen we helaas niet zo heel erg veel meer. Omdat we natuurlijk deze grote vriend hebben. Dan hebben we Psychic. En wat ik hier kan zien. Delphox. Ga ik zo doen. Want dan heb ik een 6 team. Ik heb hem ook gekozen nu. Ik heb nu een Fire Psychic. Een Ground Dragon. Een Psychic Fighting. Een Psychic Steel. Een Psychic Dragon en een Psychic Normaal. Awesome. Dit betekent wel dat mijn team vol zit. Ik heb maar één Ground Pokémon. Waarom heb ik maar één Ground Pokémon? Omdat je zoals je in mijn team kunt zien, er zit veel verschillende Pokémons in. We hebben hier natuurlijk de Shiny Flygon. Ik ga ze gewoon even allemaal op een rijtje zetten voor jullie. We hebben hier Uxie dan. We hebben onze grote vriend die ons heel erg heeft geholpen deze 7 afleveringen. We hebben Metacross, de grote, ja, Metacross. En dan hebben we natuurlijk nog Gallade. En ik moet zeggen, Gallade ziet er op zich ook wel awesome uit, om zo maar te zeggen.
Ja, Delphox, ik weet niet, ik ben nog niet zo heel erg fan van de nieuwe soort Pokémon die uit zijn gekomen. Maar ja, ik vind dat ik een mooi teampje bij elkaar heb gehaald. Zeker, ja, gewoon alle Pokémon's hebben wel wat verschillend. Dit is de enige Pokémon met maar één type. En dat is nog een Legendary ook. We hebben gewoon twee Legendaries. We hadden er drie kunnen hebben. Dat is helaas niet helemaal goed gegaan, want ja, helaas. Jullie hebben het kunnen zien, de vorige aflevering. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ja, de types achterlaten hoeft dan deze keer niet. Laat wel alle letters achter natuurlijk voor het woord om weer de rank te winnen. Dat is wel onder deze aflevering. Die zal ik dan nog niet volgende aflevering kiezen, maar de aflevering daarna. Hetzelfde geldt voor de namen op de Pokémon. Laat dat gewoon allemaal weer lekker achter in deze aflevering. In ieder geval mensen, doe even een likey. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En ik zeg tot de volgende aflevering. Later.